When I was 18, toen ik 18 was, I went traveling to Australia. Toen reisde ik naar Australië. I wasn't Christian at the time. En ik was toen niet christen. And then I met some Christians. En ik ontmoette wat christenen. And straight away I realized that they were different to me. En direct ontdekte ik dat ze anders waren dan ik. I live for the weekend. Ik leefde voor het weekend. They live for something much greater. Maar zij leefden voor iets veel groter. I live for the moment. Ik leefde voor het moment. They live for significance. Maar zij leefden voor een echt een verschil maken. And when I asked them why do you live the way you live? En als ik ze vroeg waarom leef je zo? They said Jesus. Dan zeiden ze dat komt door Jezus. I knew right then I wanted a relationship with him. En toen dacht ik moet met hem in contact komen. So I put my hand up at the end of a service. Dus aan het eind van een dienst heb ik mijn hand opgestoken. And he became my savior, my lord. En hij werd mijn heer en mijn redder. Best decision of my whole life. Dat was de beste keuze in mijn leven. Couple weeks later, een paar weken later, I'm in church. Was ik in de kerk. And I noticed something. En ik ontdekte iets. The worship leaders, de aanbiddingsleiders, get the girls. Zij krijgen de meisjes. I don't know if you've ever realized this. Ik weet niet of jij dat hebt gerealiseerd. It might just be in Australia or in London. Misschien alleen in Australië en in Londen. But the worship leaders get the girls. De aanbiddingsleiders krijgen de meisjes. You can have a good-looking guy on the front door. Misschien staat daar een goed uitziende jongen bij in de welkomteam. Nice smile, Bible under his hand. Bijbel onder zijn arm, grote glimlach. And girls will walk straight past him. En meiden lopen zo langzaam. You put the same guy up here. Als je dezelfde gast hier neerzet. With a guitar. Met een gitaar. And the girls love him. En de meiden vinden hem geweldig. I know this because one of my best friends at Bible College was a worship leader. Want ik ontdekte dat een van mijn beste vrienden van Bijbelschool was een aanbiddingsleider. And as he was leading worship, en terwijl hij aanbidding leidde, I'd be at the back, stond ik daarachter. And I'd be singing the songs that were on the screen. En ik zong de liederen die op het scherm stonden. How great is our God. You know that song? Dat soort liederen. Yeah, I'll be singing that song. Dus ik zong dat. Now his name was Joe. En zijn naam was Joe. And these girls who were next to me. En die meiden die naast mij. Would be singing, how great is Joe. En ze zongen, hoe mooi is Joe. Oh, I want to know Joe. Oh, ik wil Joe kennen. I want to marry him. Ik wil met hem trouwen. I want to have his baby. Ik wil zijn baby's krijgen. Joe. You gotta sing. I think it's clear enough. They love Joe. Ze hielden van Joe. And one time we're in the car. Op een dag zaten we in de auto. And I said, bro, the girls love you. En ik zei, gast, die meiden vinden jou leuk. He goes, I know. Hij zei, ja, dat weet ik. I'm like, wow. En ik dacht van, oh. He says, I can teach you to be a worship leader if you want. En hij zei, ik wil je best leren hoe je aanbidding moet leiden. I said, yes, please. En ik zei, ja hoor, kom maar op. So he said, first of all. Hij zei, allereerst. You need to buy the worship leader starter kit. Dan moet je de worship leader start kit. Fedora hat. Dat is een bepaald soort leather jacket. Leren jas. Skinny jeans. En skinny jeans. And some boots. Mooie schoenen. Because you have to look the part. Want je moet wel zo eruit zien. Then you need to buy a guitar. Dan moet je een gitaar kopen. Don't bother with drums or keyboard. Begin niet met de drummer. That's background stuff. Dat is alleen maar op de achtergrond. You're never gonna get noticed there. Dan zul je nooit opvallen als je daar zit. Unless you're Ringo Starr. Een echte star. I mean, for you, George, this is the most attention you're ever gonna get. Voor jij, George, dit is de meeste aandacht die je ooit zult ontvangen. You know, you want a guitar, you need to be right up and center. Maar met een gitaar moet je hier vooraan in het midden komen te staan. And then you need to learn the four chords for any Christian song. En dan zei hij, dan moet je de vier akkoorden die in elk christelijk lied zitten, moet je leren kennen. C, D, G, E minor. C, D, E, en wat is het Gries? Wat? E mineur. Which allows you to play the classic. Our God is an awesome En dan God krijg je de klassieker die je vervolgens kan gaan zingen. God is an awesome God. Hey. So you can imagine I was practicing at home and I was just thinking about all the possibilities. Dus ik dacht, kun je voorstellen, ik thuis aan het oefenen en ik zag alle mogelijkheden al voor me. I was dreaming about nodding to the basses. Come on, let's do this. En ik dacht van dat ik dan zo even naar die basgitaar en zo'n BV's, backing vocals, alle vocals achter me, kom op, doe met me mee. Then I was imagining taking my moment. En toen dacht ik, dan komt dan mijn moment. Telling everyone to bow their heads and close their eyes. Dat ik iedereen zou kunnen vragen om even de ogen te sluiten. Apart from the girl, three rows back, two rows in, call me. En behalve dan alleen de meisje daarachter, bel me. I had it all planned out. Ik had het helemaal voor me. Until my friend Joe. En tegen mijn vriend Joe zei ik. Dan, I don't know how to say this. En ik zei, hij zei, Dan, ik weet niet precies hoe je dit moet zeggen. But you cannot. Maar dat kun je niet. And will not. En je zult nooit. Ever be able to sing in tune. En jij zult nooit in staat zijn om een goede toonhoogte te kunnen zingen. He said you sound like a cat in pain. Want jij klinkt als een kat die pijn heeft. I said, mate, just put me as one of the frontline singers. En ik zei, oké, zet me dan in ieder geval gewoon als een van de frontvocals. I know you don't turn their microphone on. Ik weet dat hun microfoon toch bijna altijd uitstaat. Just let me jump. Dus laat me een beetje springen dan. He says, Dan, you will never be a worship leader. En hij zei, nee, Dan, jij zult nooit een bindingsleider kunnen zijn. Well, I said, well, Luke 1 verse 37. En ik zei, Lucas 1 vers 37. Says nothing is impossible with dat God. Niets onmogelijk is met God.
So I started to get into my Bible. Dus ik begon Bijbel te lezen. And do you know what I realized? Weet je wat ik me realiseerde? Worship. Aanbidding. Has nothing to do with the position of your hands. Heeft niets te maken met hoe je handen houdt. But everything to do with the position of your heeft heart. Heeft alles te maken met wat in je hart is. Worship has nothing to do with the music style. Muziek heeft niets te maken met de muziekstijl. But everything to do with your lifestyle. Aanbidding, maar heeft te maken met jouw levensstijl. Worship has nothing to do with how good you can sing. Aanbidding heeft niets te maken met hoe goed je kunt zingen. But it's about giving praise to the King. Maar het gaat over dat je God kunt eren en prijzen. You know, I believe that we can all be worship leaders. En ik geloof dat we allemaal aanbiddingsleiders kunnen worden. Billy Graham, who is on the screen. Billy Graham hier, die je soms kunt zien. Eugene Peterson, who is on the screen. Eugene Peterson. They both passed away this year. Zijn allebei mensen die dit jaar overleden zijn. Both of them laid their life down so that people could access the gospel. En beide van hen hebben hun leven opgegeven zodat mensen toegang kregen tot het evangelie. They did not sing a song. Ze hebben geen liederen gezongen. They did not play an instrument. Ze hebben nooit instrument gespeeld. But they were worship leaders. Maar het waren aanbiddingsleiders. Because what does a worship leader do? Want wat doet een aanbiddingsleider? Not point people to self. Niet mensen wijzen op zichzelf. But to point people to Jesus. Maar mensen wijzen op Jezus. I believe every single one of you in this room today can be a worship leader. Geloof dat ieder van ons in deze zaal een aanbiddingsleider kan zijn. And today I'm going to show you how. En vandaag zal ik je laten zien hoe. So if you have your Bibles, won't you turn with me to Romans 11 verse 36? Dus laten we lezen in je Bijbel Romeinen 11 vers 36. And it's coming up on the screen. Komt ook hier een plaatje. It says, for everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory. All glory to him forever. Amen. En er staat, voor alles komt van hem en bestaat door hem, door zijn kracht. Het is ook bedoeld voor zijn glorie. Alle glorie aan hem, voor altijd. This is where we're going to talk about what is worship. Dit is waar we praten over wat aanbidding is. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind who will find acceptable. This is truly the way to worship him. En zo, broeders en zusters, ik wil je uitnodigen om je lichaam te geven aan God. Want alles, vanwege alles wat hij voor jou heeft gedaan, laat ze een levend en heilig offer zijn. Dat soort wat aangenaam is voor hem. Want dit is waarlijk de manier om hem te aanbidden. This is where we're going to talk about how we worship. Dit is waar we gaan praten over hoe we aanbidden. And then it says, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way that you think. Then you'll learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. En dan staat het, kopieer niet het gedrag en de gewoonte van deze wereld, maar laat God je transformeren, zodat je een nieuw persoon wordt door een vernieuwing van je denken. En dan wil je ontdekken wat Gods wil voor je is, die goed is en die aangenaam is en die perfect is. This is where we're going to talk about what happens when we worship. En dit is als we gaan praten wat er gebeurt wanneer we aanbidden. So number one. Dus allereerst. What is worship? Wat is aanbidding? The word worship means to give adoration. Aanbidding is dat je liefde geeft. Devotional glory to someone or something. En dat je glorie geeft en toewijding aan iets of iemand. Every single person in the world worships something. Iedereen in deze wereld aanbidt iets. Of iemand. Whether you're Christian or non-Christian. Of je nou christen bent of niet. Whether you attend church or you don't attend church. Of je naar de kerk gaat of niet. Everybody worships something. Iedereen aanbidt iets. That verse says, for everything comes from him and exists by his power. All glory to him forever. Amen. Dat dit vers alles komt van hem en is voor zijn glorie tot altijd. Amen. The word amen means let it be. En amen betekent laat het zo zijn. Amen means I agree. Amen betekent daar ben ik mee eens. So if you read that verse and you say amen. Dus als jij dat vers leest en je zegt amen. You're saying that you have decided to live your life giving him all the glory. Dan bevestig je dat je inderdaad gekozen hebt om je leven te leven dat je hem alle glorie geeft. Living your life for an audience of one. Dat je leven leeft voor het publiek bestaande uit één persoon. And if you've done that, you've actually reached a place of maturity. En als je dat doet, dan kom je op een plaats van volwassenheid. Because maturity is not how high you jump in praise and worship. Want volwassenheid is niet hoe hoog je springt in aanbidding. Maturity is how straight you walk in obedience. Maar het is hoe recht je wandelt in gehoorzaamheid. All the way through the Bible, it talks about giving God the glory. Want in de Bijbel leer je steeds weer dat het gaat over God de glorie geven. Not people the glory. Niet de mensen. Not celebrities the glory. Niet celebrities. Not your car the glory. Ook niet je auto. Not football teams the glory. Ook niet voetbalteams. But God the glory. Maar God de glorie. Exodus 14 verse 17. En Exodus 14 vers 17. God says, I will take you through the Red Sea and I will receive glory. Daar staat God zegt, ik neem je door de Rode Zee en je zult die glorie zien. And all of Egypt will know that I am Lord. En heel Egypte zal ook weten dat ik de Heer ben. 1 Samuel 12 says, I will rescue you, O people. 1 Samuel 12 zegt, ik zal jullie redden, volk. For my name's sake. Voor de eer van mijn naam. Psalm 115. En Psalm 115.
It says, not to me, O Lord, not to my name be the glory. Er staat er niet, voor mij, O Heer, is de glorie. But to your name be the glory, for your kindness and your truth. Voor u is de glorie vanwege uw vriendelijkheid en uw waarheid. Isaiah 43 says, even when you walk through the fire. En Jesaja 43 zegt, zelfs al wandel je door het vuur. Even when you walk through the fire, you will not be burned, for I love you. Je zult niet verbranden, want ik hou van je. Do not be afraid, for I created you for my glory. Wees niet bang, want ik heb je gemaakt voor mijn glorie. Matthew 5 verse 16. En Matthäus 5 vers 16. Says, show your good deeds. Dat zegt, laat je goede daden zien. Not for your glory, but for God's glory. Niet voor jouw glorie, maar voor Gods glorie. So people will praise your heavenly Father. Zodat mensen je hemelse Vader zullen prijzen. Romans 9 says, you have been appointed. Romeinen 9 zegt, je bent aangewezen. You have been appointed to display His power within you. Om zijn kracht in jou te laten zien. So that His fame will spread throughout the earth. Zodat zijn bekendheid zal toenemen in deze hele aarde. So that His fame will spread throughout Holland. Zodat zijn bekendheid zal toenemen in heel Nederland. And Revelation 4. En Openbaring 4. It says, worthy are you, O Lord. Er staat, waardig bent u God. To receive all glory and all honor. Om alle eer en alle glorie te ontvangen. And all praise. En alle prijs. For you created all things. Want u heeft alles gemaakt. Church, this is my question today. En mijn vraag aan jou, kerk, vandaag. Why do we ever worship people? Waarom aanbidden we eigenlijk mensen? When we were created to worship the one who created people. Terwijl wij gemaakt zijn om degene te aanbidden die mensen gemaakt heeft. Why do we worship man? Waarom aanbidden we mensen? When we were meant to worship man's maker. Terwijl wij de maker van mensen zouden moeten aanbidden. Why do we worship human beings who can sometimes let us down? En waarom aanbidden we menselijke mensen die ons soms kunnen laten vallen? When we can worship the one who will never let us down. Terwijl wij degene zouden moeten aanbidden die ons nooit laat vallen. The one who never leave us. Degene die ons nooit verlaat. Never forsake us. Die ons nooit achterlaat. Never overlook us. Die nooit over ons heen kijkt. Never forget us. Die ons nooit vergeet. The King of Kings. De King, de koning van de koningen en de Heer der Heeren. The first and the last. De eerste en de laatste. The beginning and the end. Het begin en het eind. If you haven't worked out who I'm talking about. Als je nog niet precies weet over wie ik het heb. I'm talking about the one who is the only star. Praat ik over de enige echte and his ster. Name is Jesus Christ. En zijn naam is Jezus Christus. Is there anyone who loves Jesus? Is er iemand here die van hem houdt vandaag? He is worthy of our glory. Want hij is today. Het waard dat we hem eren. Everybody worships something. Iedereen aanbidt iets. It's the thing you give your adoration to. Het gaat over datgene waar je hart naar uitgaat. Your devotion to. Jouw toewijding. Your heart to. Je hart. In the famous movie Lord of the Rings. En de bekende films van Lord of the Rings. There's a character called Gollum. Daar heb je dat die persoon Gollum. And he worships that ring. En hij aanbidt die ring. It's his deepest treasure. Het is zijn diepste schat. It's his source of joy. Het is zijn bron van vreugde. His two famous words. En zijn twee bekende woorden. My precious. Mijn kostbare. Let me hear your Gollum impression. En dan noem het even zoals Gollum het zegt. I want to hear you say my precious. Ik wil dat je zegt mijn kostbare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's messed up. Dat klinkt heel vaag. Dat klinkt heel vaag. I want to ask you the question. Ik wil je dus vraag stellen. What is your precious? Wat is jouw kostbare? What is your precious? Wat is jouw kostbare? What is your deepest treasure? Wat is jouw diepste schat? What is your source of joy? Wat is jouw bron van vreugde? What do you worship? Wat aanbid jij? If you want to know today, als je dat wil weten, you just got to look at where you place the 5 T's. Dan moet je kijken naar de 5 T's in je leven. It's your time. Dat is jouw tijd. It's your talk. Het is waar je over praat. It's your thoughts. Het zijn je gedachten. It's your treasure, your money. Het is jouw schat, jouw geld. It's your talent. En het is je talent. Your skill, your ability. De dingen die je kan, je vaardigheden. Your talk, your thoughts. Jouw praten, jouw denken. Your time. Jouw tijd. Your treasure and your talent. Jouw schat en jouw talent. Look where you put those 5 things. En kijk waar jij die 5 dingen aan besteedt. And it will tell you where your heart's at. En het laat heel duidelijk zien waar jouw hart is. It will tell you what you worship. En wat jij aanbidt. Put it another way. Op een andere manier. Give me 5 minutes with you and your mobile phone. Geef mij 5 minuten met jouw telefoon. And I will tell you where your heart is at. Dan kan ik jou vertellen waar jouw hart is. I look at who you call and who you text. Ik zie met wie je bericht en met wie je belt. Who you spend your time with. Met wie jij je tijd doorbrengt. Because who you spend your time with is who you're actually going to become like. Want met wie je je tijd doorbrengt is ook waar je eigenlijk op gaat lijken. I look at your camera roll. Als ik kijk naar de foto's. To see your memorable moments. De dingen die jij bijzonder vond om de moeite vond om de foto van te maken. I look at your social media. Ik kijk naar je social media. To see who you follow. De mensen die jij volgt. To see who you secretly follow. De mensen die stiekem volgt. I look at what you post about. Ik kijk naar de dingen waar je over post. Because what you post about. En waar je over post, shows what you're passionate dat is about. Waar je gepassioneerd over bent. Some of you are passionate about cats. Sommige van jullie zijn gepassioneerd over katten. So you post about cats. Dus je post over katten. Some of you are passionate about food. Sommige van jullie zijn gepassioneerd over voedsel. So you post about food. Dus je post over voedsel. Some of you post a lot of selfies. Sommige van jullie veel selfies. Because you're passionate about anyway. Maar je bent gepassioneerd, nee goed.
We all post about what we're passionate about. We hebben posten waar we gepassioneerd over zijn. I'd go on your banking app. Als ik kijk naar jouw ING-app of zo. I'd see where you spend your money. En kan ik zien waar je je geld uitgeeft. Give me 5 minutes with you and your phone. Geef me 5 minuten met jou en je telefoon. And I'll tell you where your heart's at. En ik kan je vertellen waar jouw hart is. And this might be uncomfortable. Misschien een beetje ongemakkelijk. In fact, you might be offended. Misschien word je daar een beetje beledigd door. But you know what I've realized? Maar weet je wat ik me heb gerealiseerd? Sometimes it's good to offend the mind to see where the heart is. Dat het soms goed is om je in je denken een beetje te schoppen om te zien waar je hart echt is. What do you worship today? Wat aanbid jij vandaag? No one can make you worship. Niemand kan jou eraan ertoe zetten om te aanbidden. Someone can make you come to church. Iemand kan jou misschien nog wel ertoe zetten om naar de kerk te komen. And someone can make you sit in that seat. Misschien heb iemand jou nog wel zover gekregen dat je in die stoel But zit. No one can make you worship. Maar niemand kan jou maken dat jij gaat aanbidden. Because worship is not out of obligation, it's out of adoration. Want aanbidding komt niet uit omdat het moet, maar omdat je het wilt. It's not because you have to, it's because you want to. Het is niet omdat het moest, maar omdat je het wilde. It's a heart thing. Het gaat om het hart. What you give your glory to today? Waar geef jij jouw glorie aan vandaag? The word worship. Het woord aanbidding. Comes from the old English word worthship. Komt uit het oude Engelse woord waardeschap. Because you know something's worth. Want wanneer je de waarde van iets weet. Is value and significance. Dan de waarde en de kostbaarheid van iets. Out of that understanding, do you give it worthship? Uit dat begrip. Geef jij het een bepaalde waarde? The reason you might worship your football team. Het feit dat jij misschien jouw voetbalteam aanbidt. Is because you value your football team. Het is omdat jij waarde geeft aan jouw voetbalteam. You see their worth. Je ziet hun waarde. And the more you fall in love with your football team. En hoe meer jij verliefd wordt op dat voetbalteam. The more you worship them. Hoe meer je ze aanbidt. In the same way, when I got saved, age 18. Toen op dezelfde manier, toen ik 18 was en ik werd gered. I encountered God, his grace and his love. Heb ik God ontdekt en zijn genade en zijn liefde. And I worshipped him. En ik aanbad hem. With everything I had. Met alles wat ik had. But I was saved when I was 18. Maar ik was 18 toen ik gered werd. I'm 33 years old. Vandaag ben ik 33. Over the last 15 years. En in die laatste 15 jaar. I've just been overwhelmed. Ben ik echt onder de indruk geraakt. By his grace. Door Gods genade. And his love. En zijn liefde. And his mightiness. En zijn macht. And his majesticness. En hoe majestueus hij I've is. I've seen him come through time and time and time again. En ik heb zo vaak gezien dat hij kwam op het moment dat ik het nodig had. I've seen miracle after miracle after miracle. Ik heb wonderen na wonderen na wonderen gezien. I know my Lord is. I know he is faithful. En ik weet dat hij trouw is. So my understanding of his worth has grown. Dus mijn begrip van wie hij is en van zijn waarde neemt alleen maar toe. I worship him today on a whole new level. Vandaag de dag aanbid ik hem op een heel andere manier. You see, your passion and enthusiasm. Want jouw passie en jouw enthousiasme has nothing to do with your age, background or denomination. Heeft niets te maken met jouw denominatie, jouw achtergrond of jouw leeftijd. But everything to do with a fresh revelation. Maar alles met een frisse openbaring. Of how good and how great he is. Van hoe God en hoe groot hij is. Sometimes we just forget how good and how great he is. Want soms vergeten hoe groot en hoe goed hij is. But he is a good God. Maar hij is een goede God. And a loving God. En een liefhebbende God. And his heart today is for every single one here. En zijn hart hier is voor ieder van ons. Just to understand how much he loves you. Om te begrijpen hoeveel hij van ons houdt. And for some of you that's it today. Voor sommigen van ons is dat het. You can close your Bible and go home. Je kunt je Bijbel dicht doen en naar huis gaan. Because for you, it's just thinking about where your heart is. Het is dat jij nadenkt over waar jouw hart is. And maybe your heart isn't with him. En misschien is jouw hart niet bij God. Because you forgot his worth. Omdat je zijn waarde vergeten bent. You forgot how much he loves you. Je bent ook vergeten hoeveel hij van jou houdt. In another 15 years from now. En over 15 jaar. If I was to see myself in worship. Als ik mezelf dan in aanbidding zou zien. To see my life. Mijn leven zien. I shouldn't even be able to recognize myself. Dan zou ik mezelf niet eens meer moeten terugherkennen. Because my worship's going to go to a whole another level. Omdat mijn aanbidding dan weer 15 jaar verder, veel verder gegroeid is. Because over the next 15 years. En over de komende 15 jaar. I'm going to commit myself to continue to understanding how good my Father is. Dan zou ik mezelf toewijden aan constant blijven ontdekken hoe goed mijn Vader is. You know, when we're in worship. Want wanneer wij in aanbidding zijn. When we're singing out. Wanneer wij zingen. That's never Christian karaoke. Dat is nooit christelijke karaoke. You're singing the truth. Het is de waarheid zingen. And the truth will set you free. De waarheid zal je vrij maken. When he sets you free, en wanneer hij je vrijzet, remember, dan onthoud that he is a good and great God. Dat hij een goede en grote God is. That wants to do miracles in your life. En dan zul je wonderen in je leven zien. Where's your heart today? Waar is jouw hart vandaag? And what you give glory to? Waar geef je glorie aan vandaag? Because what you give glory to, want waar jij wat jij eert, is what you worship. Dat is wat jij aanbidt. Number two. Tweede. How do we worship? Hoe aanbidden we? Well, that passage says, give your bodies to God. Dat stuk in de Bijbel dat zegt, geef jouw lichaam aan God. As a living sacrifice. Als een levend offer. Lay them before God. Leg ze neer voor God. This is truly the way to worship. Dit is de echte manier
om te aanbidden. I don't know about you, but this just sounds a little bit weird. En ik weet niet hoe jij dat leest, maar ik vind het best wel raar. Give my body to God. Mijn lichaam aan God geven. Well, Eugene Peterson. Eugene Peterson. He translated the Bible in the Message translation in English. Hij heeft het in het Engels heeft hij de Message vertaling. Hij heeft de Bijbel vertaald in de Message vertaling. And I know you don't have it in Dutch. En ik weet dat dat niet in het Nederlands beschikbaar but is. Maybe one of you. Maar misschien dat iemand van jullie. I'm gonna do the Message translation in Dutch. Voor onze Nederlands de Message vertaling vertaald naar het Nederlands. Just saying. Who knows? Wie weet. If T.L. Osborne did something that people are talking about. Als T.L. Osborne iets deed waar we mensen vandaag de dag nog steeds over praten. God could do something to every single person here. Dan geloof ik dat God iets kan doen door ieder van ons that heen. Changes the history of this nation. Dat een belangrijke verschil maakt in de geschiedenis van het land. But anyway, he said this. Dus hij zei het volgende. He says, take your everyday ordinary life. Neem je dagelijkse gewone leven. You're eating, you're sleeping. Je eet en je slapen. You're going to work life. Jouw naar het werk gaan leven. And place it before God as an offering. Plaats het voor God als een offer. This is the way to worship. Dit is de manier waarop we kunnen aanbidden. See what this passage is saying. En wat dit stuk uit de Bijbel ons vertelt, is that worship is not just 20 minutes of singing. Dat is aanbidding is niet 20 minuten zingen. It's not just a couple of fast songs and a couple of slow songs. Het is niet een paar lange snelle liederen, een paar langzame liederen. Now worship is 24/7. Weer aanbidding is 24/7. 7 days a week. 7 dagen in de week. Wherever you are, waar je ook bent, you can worship him. Jij kunt hem aanbidden. Because it's a lifestyle. Want het is een levensstijl. That gives God the glory. Die God de eer geeft. You can give him the glory on your bike. Je kunt hem de eer geven op jouw fiets. You can give him the glory going past some windmills. Je kunt hem de eer geven terwijl je langs molens fietst. You can give him the glory watching a football team. Je kunt hem de eer geven terwijl je kijkt naar een voetbalwedstrijd. Anytime, anywhere. Waar dan ook, op welk moment dan ook. All you need to do. Want alles wat je eigenlijk echt moet doen. Is make decisions. Is om keuzes te maken. That give him the glory. Die God de eer geeft. See in the Bible. Want in de Bijbel. No one is born a winner or a loser. Dan zie je dat niemand geboren wordt als winnaar of verliezer. We're just simply born a chooser. Want we zijn alleen geboren als keuzemaker. And you get to choose whether you're going to give God the glory. We hebben de keuze om hem de eer te geven. Or whether you're going to deprive him of the glory. Of omdat we hem die eer ontnemen. Even today you had decisions. En zelfs vandaag had jij de keus. And they were worship decisions. Het zijn aanbiddingskeuzes. Are you going to encourage? Ga jij bemoedigen? Or not encourage? Of ontmoedigen? Are you going to bless? Ga jij zegenen? Or not bless? Of niet zegenen? Are you going to give? Ga je geven? Or not give? Of niet geven? Are you going to forgive? Ga je vergeven? Or not forgive? Of niet vergeven? These are daily decisions. Het zijn dagelijkse beslissingen. Where you give God the glory? Waar je God de eer geeft? Or deprive God of the glory? Of wanneer je hem onthoudt daarvan? Anyone ever seen those bracelets that say WWJD? En ik weet niet of je die armbandjes kent WWJD. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? If I was to rename them, als ik ze een nieuwe naam mocht geven, I'd call them worship bracelets. Dan zou ik ze aanbiddingsbandjes noemen. Because every decision that Jesus made, want elke keuze die Jezus maakt, gave glory to the Father. Gaf eer aan God. Regardless of how emotional it looked like, en misschien hoe emotioneel iets er wel of niet uit zou zien. Regardless of whether he was in a joyful moment or whether he was in pain. Misschien had hij het, was hij blij of had hij verdriet. Every decision gave glory to the Father. Maar iedere keuze die Jezus maakte gaf de eer aan de Vader. Jesus had gave worship in every moment. En Jezus gaf aanbidding in ieder moment. And so if we simply make decisions thinking what would Jesus do? Dus als wij beslissingen maken die te maken hebben met dat we met Jezus wandelen. Then you'll be living a lifestyle of worship. Dan leef jij in een levensstijl van aanbidding. You know, in 1999. Two kids went into a school. Waren er twee kinderen die in school binnenkwamen. In a place called Columbine in America. En Columbine in Amerika. There they killed 12 people. Daar hebben zij 12 kinderen doodgeschoten. It was horrific. Het was afschuwelijk. Now some researchers did some studies on the people who shot them. En er zijn onderzoeken gedaan naar die schutters. And they found out that the music they listened to was by an artist called Marilyn Manson. En ze ontdekten dat de muziek waar die kinderen naar luisterden, dat was de muziek van Marilyn Manson. And they said the lyrics, which is about violence and death, caused them to shoot. En ze zeiden de teksten van zijn liederen, dat ging over geweld en dood, dat zorgde ervoor dat deze kinderen gingen schieten. Now a year went by. En een jaar later. And Marilyn Manson was doing a concert just in Columbine. En toen was Marilyn Manson op tour. En hij deed een concert in Columbine. And when the church heard about this, en toen de kerk hierover hoorde, they were so angry. Waren ze zo boos. They said, we can't allow this to happen. Ze zeiden, we kunnen dit niet toestaan. Let's go to the concert. Laten we naar dat concert gaan. And let's tell people how much we don't agree with this. En laten we mensen vertellen hoeveel wij niet eens zijn met deze dingen. Let's have big signs which tell people we don't like Manson, we don't agree. En ze protesteerden met grote borden. We houden niet van Manson, we zijn het hier niet mee eens. And then one of the youth. En iemand van de jeugd. Just put his hand up. Die zei, ja maar wacht even. And he said,
I was just wondering. Ik vroeg me af. Do you really think that's what Jesus would do in this situation? Is dat wat Jezus zou doen in deze situatie? Do you really think Jesus would stand there with a sign saying how much he doesn't agree with what's happening? Zou Jezus daar ook gaan staan bij de ingang met een groot bord aangeven dat hij niet eens was met wat er gebeurde? So he said, all right, what do you think we should do? En toen zei hij, interessante vraag, wat denk jij dat we moeten doen? He said, why don't we just love them? Hij zei, waarom houden we niet van deze mensen? And that's what they did. Dat is wat ze deden. From the city center to the concert. Vanaf het centrum van de stad helemaal tot aan het gebouw waar het concert was. They had stations where they could bless everybody going into the concert. Hadden ze allemaal plekken, allemaal mensen stonden daar die konden bidden en konden zegenen. Iedereen die naar dat concert ging. They had hot dogs and candy floss. En ze hadden snoep en ze hadden hot dogs. And bouncy castles. En ze hadden springkussens. And you know, there was people. En er waren mensen. Who were having so much fun. Die het zo naar hun zin with hadden. The Christians outside the concert. Met de christenen buiten dat concert. That they didn't even go in. Dat ze überhaupt nooit binnen geweest zijn. And you know, when Manson comes out, en toen aan het eind van het concert Marilyn Manson naar buiten kwam. He sees a sign saying Jesus loves you. Er stond daar een bord dus, dat zei Jezus houdt van je. He's so angry, he kicks the sign. En hij was zo boos, hij schopt dat bord om. And he cancels the concert. En hij heeft dat hele concert gecanceld. And everyone goes outside and joins the party. En hij per direct stopt en legt dat concert stil. En iedereen loopt naar buiten en gaat meedoen. That night people saw the church in a totally different way. En op die avond hebben de mensen de kracht en de kerk überhaupt op een hele andere manier But gezien. More importantly, en nog veel belangrijker. That night, die avond. People gave their life to Jesus hebben mensen Christ. Hun levens aan Jezus gegeven. That's what happens. En dat is wat er gebeurde. That's what happens when we live a lifestyle of worship. Dat is wat er gebeurt wanneer je een levensstijl van aanbidding leeft. When we make decisions the way Jesus would. Wanneer je beslissingen maakt op de manier zoals Jezus dat doet. Holland does not need a new definition of Christianity. Nederland heeft niet een nieuwe definitie van christendom nodig. It needs a new demonstration of Christianity. Maar het heeft een nieuwe voorbeeld, een demonstratie van christendom and nodig. That comes from all of us just giving God the glory. En dat is dat wij allemaal met elkaar God de glorie geven. And laying down our life. En dat we onze levens neerleggen. Galatians 2:20. Galaten 2 vers 20. No longer I, but Christ that lives in me. Niet langer ik, maar Christus in mij. A lifestyle of surrender. Een levensstijl van overgaan. And a lifestyle of sacrifice. Een levensstijl van opofferen. But this is the problem. Maar het probleem is. Because we don't like the word surrender. We houden niet van het woord overgeven. We think that if we surrender, wij denken dat als wij overgeven, we're gonna lose out. Dan verliezen we. If we surrender, als we overgeven, we're gonna be without. Dan zijn we verslagen. By the world standards. En dan is het volgens de standaard van de wereld. When you surrender, als jij je overgeeft, when you give up, wanneer je opgeeft, you do lose. Dan verlies je ook inderdaad. But by the Bible standards, maar volgens de standaard van de when Bijbel, you surrender to God, wanneer jij overgeeft aan God, you gain everything. Dan win jij alles. You gain everything. Je wint alles. I'll show you this. En ik kan je laten zien aan het volgende. Whatever you worship, wat jij ook aanbidt, you subconsciously sacrifice for that thing. Dan zul je zien dat je onbewust dingen opoffert voor dat. So if you worship, dus als jij bijvoorbeeld One Direction, One Direction aanbidt. Or what's a good band here? Wat is een goede band hier? Or who's a good celebrity? Or who does who's everyone a good worship? Celebrity. Everyone worship. Any pop star? I have so many. Okay. Anyway, should we stick with One Direction? We'll stick with One Direction. If you worship One Direction, One Direction aanbid. You know them, yeah? Yeah, I know them. Everyone knows One Direction. I was just thinking about the pop stars. Yeah, Harry Styles. Harry Styles. Yeah, okay, good, okay. If you worship One Direction, als je One Direction aanbid, you give your time. Dan geef je tijd. Going to watch them. Je gaat misschien naar een concert. You give your talk. Je praat erover. Your thoughts. Je denken. Thinking about Harry. Je denkt over Harry. You give your treasure. Je geeft jouw schat. Spending your money. Je geeft geld uit. You subconsciously sacrifice for what you worship. En onbewust dan offer je zoveel op. Now in Philippians 3 verses 19. En in Filippenzen 3 vers 19. Paul says to the Philippians. Daar zegt de Bijbel tegen de Filippenzen. He says your stomach has become your god. Hij zegt jullie maag is jullie god geworden. He says the thing that you worship more than God. Hij zegt datgene wat je meer dan God aanbidt. Is food. Dat is eten. Now we know if you worship food. En wij weten dat als je eten aanbidt. There is two negative consequences. Er zijn twee negatieve consequenties. You can overeat. Je kunt te veel gaan eten. Which affects your health. En dat beïnvloedt jouw gezondheid. And it can affect your career. Het beïnvloedt jouw carrière. And I've seen some documentaries in America. En ik heb documentaires gezien. Where people get crane lifted out of their house. Waar mensen uiteindelijk met een kraan uit hun huis getild moesten worden. That's because worship, because food was their god. En dat was omdat voedsel hun god geworden was. If you have anorexia. Maar aan de andere kant, als je anorexia hebt, if you have bulimia, als je bulimia hebt, that is an eating disorder, dan is dat een stoornis in het eten. That is a negative impact on your life. Dan is dat een negatieve impact in jouw leven. That comes from when food is your god. Dat is wanneer voedsel op een andere manier jouw god is. Take out food, put alcohol there.
naar nemen in plaats van voedsel, alcohol. In the good time you go to the bottle. Je gaat als het goed gaat naar de fles. In the bad time you go to the bottle. En je gaat als het slecht gaat naar de fles. What does it happen? What do you subconsciously sacrifice? En wat offer je daarmee onbewust op? Your health. Je gezondheid. Your career. Jouw carrière. Your family. Jouw familie. Your friendships. Jouw vriendschappen. And sometimes your life. En soms uiteindelijk je leven. Put anything else there. Wat dan ook, plaats het daar. Put gambling there. Neem gokken. Put a sex addiction. Addiction there. Neem een seksverslaving. Put any addiction there. Of wat voor verslaving and dan what ook. You'll find, en wat je ontdekt. It will take from you and deplete you. Het zal dingen van jou nemen en het zal je naar beneden halen. And ultimately destroy you. En uiteindelijk zal het je kunnen vernietigen. But put Jesus Christ at his rightful position. Maar wanneer wij Jezus op zijn plaatsen die hij verdient. He will build you. Dan zal hij jou opbouwen. Restore you. Zal hij je herstellen. And complete you. En dan zal hij jou compleet maken. For we were created to worship him. Want wij zijn gemaakt om hem te aanbidden. Worship anything else in this world. Maar wat dan ook we anders aanbidden in deze wereld. And it will destroy your life. En dat zal jouw leven vernietigen. But worship him. Maar God aanbidden. And your life. En jouw leven will be the life that God created you to live. Dat zal het leven zijn en worden waarvoor God jou gemaakt heeft. Which means today. Dat betekent dat vandaag. No one has an eating problem. Dat als iemand een eetstoornis heeft. No one has an alcohol problem. Dat niemand een eetstoornis heeft, dat niemand een alcoholprobleem heeft. No, all it is a worship problem. Alles wat het is een aanbiddingsprobleem. And all you need to do is put Jesus Christ back in his rightful position. Alles wat je moet doen is Jezus weer terugplaatsen op de positie die hij verdient. Put him at number one. Hem weer op nummer 1 zetten. And you will see all this other stuff drop off you. En je ziet al die andere dingen van jou afvallen. I can say this boldly. En ik kan dit moedig zeggen. And confidently. En vol vertrouwen. And courageously. Ook moedig. Because I've seen it happen in my life. Want ik heb dit in mijn eigen leven gezien. I've seen it happen in my friend's life. Ik heb het gezien in de levens van mijn vrienden. It happen in many lives all across Europe and across the world. Gezien in zoveel levens van zoveel mensen ook over heel de wereld. When people start worshiping Jesus. Wanneer mensen Jezus beginnen te aanbidden. Everything that was destroying their life. Dan zie je dat alles wat hun leven vernietigt. Off them, dat valt van ze af. As they fall more in love with him. Terwijl ze meer verliefd worden op Jezus. They lose their love for the thing. Verliezen ze ook steeds meer de liefde voor de verkeerde dingen. Which leads us on to the third and final point. En dan komen we bij het laatste punt aan. What happens when we worship? Wat gebeurt er wanneer we aanbidden? Worship was created by God. Aanbidding is gemaakt door God. And draws us closer to God. En het brengt ons dichter bij hem. And as you become closer to him. En als jij dichter bij hem komt. You become more like him. Dan word je meer als hem. And who is he? En wie is hij? The most attractive thing in the world. Het meest aantrekkelijke in de wereld. What was Jesus like when he was on earth? Hoe is Jezus toen hij op aarde was? He was so attractive. Hij was zo aantrekkelijk. People from all over would walk towards him. Mensen overal vandaan kwamen naar hem toe. Not the religious, niet de religieuze, but the broken, maar de gebroken mensen, the hurting, de mensen met pijn, the lost, de mensen met die verloren waren, the rejected, de afgewezen mensen, the neglected, de genegeerde mensen, the notorious sinners, en degene waar die bekend stonden als zondaars. They saw Jesus. Zij zagen Jezus. With his grace and his love. Met zijn genade en zijn liefde. And they were drawn towards him. En ze werden naar hem toe bewogen. So attractive. Zo aantrekkelijk. If you want to be authentically attractive, als jij oprecht aantrekkelijk wilt zijn, it has nothing to do with how good looking you are. Heeft het niets te maken met hoe goed je eruit ziet. But everything to do with how good he is looking in your life. Maar alles heeft het te maken met hoe goed hij eruit ziet in jouw leven. And if you want to look more like him, als je meer wilt zijn zoals hem, you just need to spend more time with him. Neem dan meer tijd met hem. And that's what comes from when we live a lifestyle of worship. Dat is wat er komt wanneer wij een levensstijl van aanbidding leven. We give him the glory. We geven hem de glorie. We lay down our life. We leggen onze levens neer voor hem. And then we start becoming more like him. En dan beginnen we meer en meer te worden als hem. This is transformation. Dit is transformatie. And I know it is so simple. En ik weet dat het zo simpel is. But yet it is so misunderstood. Maar toch is het vaak zo verkeerd begrepen. Transformation in the Bible. Transformatie in de Bijbel. Is botanical. Dat is it's like seeds and trees. Het is botanisch. It's like seeds and trees. Zoals met zaden en met bomen. Planting and farming. Het is net als zaaien en oogsten. Transformation takes time. Transformatie dat kost tijd. But sometimes we're in such a hurry. Maar soms zijn we te gehaast. To transform into Christ. Om het echt te transformeren naar iets en naar Jezus toe. But you're not meant to endure it. En het is niet de bedoeling dat we het uitzitten. You're meant to enjoy it. Maar het is de bedoeling dat we ervan genieten. And understand that transformation is not an event. En dat wij begrijpen dat transformatie niet een evenement is. It is a journey. Maar het is een reis. And what happens? En wat gebeurt er? You produce fruit. Jij produceert vrucht. Fruit is the visible evidence of God at work in your life. Het is het zichtbare bewijs dat God aan het werk is in jouw leven. Trees produce fruit. Want bomen produceren vrucht. But you know what? You never see a tree squeezing it out, do you? Maar je ziet nooit een boom die staat te persen, toch? The tree is planted. Die boom wordt geplant. And with water and sunlight.
En met zonlicht en water. It produces fruit. Dan komt er op een gegeven moment vanzelf vrucht. Fruit is not for the tree. En die vrucht is dan weer niet voor die boom zelf. Fruit is for the people that pick from the tree. Maar het is voor de mensen die van die boom nemen. So you gotta understand that when you live a lifestyle of worship. Dus je moet begrijpen dat wanneer jij een levensstijl van aanbidding leeft. You give him the glory. Dat je God de glorie geeft. You lay down your life. Je legt je leven af. You start transforming into his likeness. En je begint steeds meer op hem te worden. En als hem te worden. You produce fruit. Dan produceer je ook vrucht. And this is what's gonna change the city. En dit is wat er dan gaat gebeuren in deze stad. This is what's gonna change the nation. Dit is wat het land gaat veranderen. This is what's attractive to the people around you. Dit is wat aantrekkelijk is voor de mensen om ons heen. And you don't need to try to do any of it. En je hoeft niets daarvan zelf te doen. You don't need to focus on your behavior. Proberen. Je moet niet proberen bezig te zijn met je gedrag. You just need to press into Jesus. Maar je moet blijven pushen om dichter bij Jezus te komen. And you will see the things coming up here. En dan zul je die dingen die nu op het scherm verschijnen. The fruit of the Spirit. De vruchten van de Geest. See, when you're led by the Spirit. Want wanneer jij geleid wordt door de Geest. You see love, joy, peace, patience, goodness, kindness. Gentleness, faithfulness and self-control. We zien liefde en vreugde en vrede en geduld en goedheid en vriendelijkheid en aardig zijn en trouw zijn en zelfcontrole, zelfdiscipline. We are called to be led by the Spirit. En dan zijn wij geroepen om geleid te worden door de Geest. But until you worship Jesus. Maar totdat jij Jezus aanbidt. Until you know him. Totdat je hem leert kennen. Of course you're not led by the Spirit. Dan word je uiteraard niet geleid door zijn Geest. You're led by your senses. Maar dan word je geleid gewoon door jouw zintuigen. By what you see. Door wat je ziet. By what you smell. En wat je ruikt. By what you hear. Wat je hoort, by what you taste, en wat je proeft, and by what you touch, wat je aanraakt. Oh, if it looks good, then I'm going towards it. Als het er goed uitziet, dan ga ik die kant op. Oh, but if it looks bad, als het er slecht uitziet, if it's inconvenient, als het ongemakkelijk if it's too hard, is, als het te moeilijk I'm is, walking away from dan ga ik er vandaan. Oh, if it smells good, als het er goed ruikt. Something tasty donuts. Lekkere donuts. I'm going towards ga ik daar naartoe. But if it smells bad, I'm walking away. Als het slecht ruikt, dan loop ik weg. The whole world is led by their senses. De wereld wordt geleid door de zintuigen. And because they're led by the senses, not by the Spirit. En omdat ze geleid worden door de zintuigen, niet door Gods Geest. Some of the things that they produce. Dan zie je een aantal vruchten die zij voortbrengen. You see hate and misery, distress, anxiousness, wickedness, meanness, brutality, disloyalty and lack of restraint. Dan zie je haat en je ziet miserie, je ziet stress en je ziet angst, je ziet dwaasheid, je ziet gemeenheid, je ziet brutaal zijn tegen elkaar en je ziet een gebrek aan loyaliteit en je ziet een gebrek aan controle, discipline. Here's the thing. En dit is het ding. All the problems in the world. Dat alle problemen in de wereld. Are from this side. Komen van deze kant. All of the answers to the problem in the world. Alle antwoorden op de problemen in de wereld. Are this side. Komen van deze kant. You see, when you follow Jesus Christ. Want wanneer je Jezus volgt. You start transforming into his likeness. Dan begin je meer te lijken op wie hij is. You produce these things. Dan komen die vruchten toch vervolgens. This is the thing which is going to change the game. Dit is wat uiteindelijk het verschil gaat maken. When Christians. Wanneer christenen. Just live lifestyles. Gewoon een levensstijl that leven. That worship him. Die hem aanbidden. Can you imagine if every single person in Holland encountered the grace of God? Kun je voorstellen als iedereen in Nederland Gods genade zou leren kennen? And started to transform into his likeness. En zou gaan transformeren en steeds meer op Jezus gaan lijken. There'd be no terrorism. Er zou geen terrorisme zijn. There'd be no racism. Zou er geen racisme zijn. There'd be no narcissism. Zou er geen narcisme zijn. There'd be no murder or poverty. Zou er geen moord of überhaupt armoede zijn. The world would look like how God created it in the very beginning. De wereld zou weer gaan lijken op hoe God het gemaakt had in het begin. The church is the answer. Want de kerk is het antwoord. And worshiping Jesus is the way. En Jezus aanbidden is de manier. And when we give him the glory. En wij geven hem de glorie. We lay our life down. We leggen ons leven af. And we surrender to him. We geven het over aan hem. We transform into his likeness. Als we transformeren in steeds meer lijken op and hem. And the people in your sphere of influence. Dan zul je zien de mensen in jouw invloedssfeer. Get to see how good and how great our God is. Die kunnen zien door jou heen hoe goed en groot God is. As the worship team come and join me. En terwijl het worship team al opkomt. I'll finish with this. Wil ik afsluiten met het volgende. The passage said. Het tekstgedeelte zei. Do not conform to the patterns of this world. Romeinen 12 wordt niet gelijk, hetzelfde als de manieren van deze wereld. But allow God to transform you by the renewing of your mind. Maar sta God toe om jouzelf te transformeren door de vernieuwing van je denken. Every day the world is trying to transform your mind. Want iedere dag probeert de wereld jouw denken te transformeren. To think a certain way. Om op een bepaalde manier te gaan denken. But worship. Maar aanbidding. Is about him renewing your mind. Het gaat over dat hij jouw denken vernieuwt. So you can live by God's way. En dat jij kunt leven op de manier zoals God bedoelt. God made you with this unique ability. Hij heeft jou gemaakt met een unieke eigenschap. Where you can't think two things at once. Jij kunt niet twee dingen tegelijk denken. Some of you are trying it right now. Sommige van ons proberen het nu snel. You're going twitchy. En dan word je een beetje vreemd van. You can't think two things at once. Je kunt niet twee dingen tegelijk denken. You can think God's way. Je kunt Gods manier denken. Or not his way. Of niet zijn manier. But as you start to live a lifestyle of worship. Maar terwijl jij een levensstijl van aanbidding begint te leven. You become more God conscious. Word je steeds meer bewust van God. And your mind. En jouw denken.
starts thinking things. Begint dingen te denken. The way God thinks. Zoals God dat denkt. The way Jesus would think. Zoals Jezus zou denken. And the reason I say this today. En de reden dat ik dit vandaag zeg. Is because one of the things that is facing our generation. Is dat een van de dingen die onze generatie op zijn bordje heeft. Is fear. Dat is angst. And there's so many fears. Er zijn zoveel angsten. I'm not talking about fear of sharks. Ik heb het niet over angst voor haaien. Or fear of spiders. Of voor spinnen. Or fear of snakes. Of voor slangen. Because nowhere in the Bible. Want nergens in de Bijbel. Does it say go into all the world. Staat er ga de wereld in. And save snakes. En red slangen. Or spiders. Of spinnen. Or sharks. Of haaien. But it does say in Matthew 28 verse 18. Maar het staat wel in Matthäus 28 vers 18. Therefore go into all the world. Daarom ga de wereld in. And make disciples. En maak discipelen. There's one thing that's going to stop you from going into the world. Het is één ding. Er is één ding wat jou gaat tegenhouden om de wereld in te gaan. A lifestyle of worship. Dat is en jou zal tegenhouden in jouw levensstijl van aanbidding. And it is fear. Dat is angst. And these are social fears. Dit zijn sociale angsten. Fear of the unknown. Angst voor het onbekende. Fear of ridicule. Angst voor dat je voor gek staat. Fear of rejection. Angst voor afwijzing. Fear of death. Angst voor dood. Fear of loneliness. Angst voor eenzaamheid. And fear of failure. En angst om te falen. And I don't know if any of those fears strike a chord with you. En ik weet niet of er angsten van deze zijn die jou raken. But fear of the future is on a rise. Maar de angst voor de toekomst dat neemt toe. Maybe you fear tomorrow. Misschien ben je bang voor morgen. But I want to tell you, you don't need to fear tomorrow. Maar ik wil je vertellen, jij hoeft niet bang te zijn voor morgen. Because our God is the God of yesterday, today and forever. Want onze God is de God van gisteren, vandaag en voor eeuwig. He's already been into your tomorrow. Hij is al in jouw morgen geweest. So tomorrow lose that fear. Dus wees morgen niet meer bang. Because he has got it. Want God heeft het in zijn hand. Maybe you have the fear of loneliness. Misschien heb je de angst voor eenzaamheid. These days we're more connected than ever before. Vandaag de dag zijn we meer geconnected dan ooit tevoren. Yes, statistics say we're more lonely than ever before. Maar tegelijk zeggen statistieken dat we eenzamer zijn dan ooit tevoren. You might think if only I lived there. En misschien denk je ja, als ik maar daar had gewoond. If only I had that connect group. Als ik maar misschien in die connect zat. If only I had that partner. Als ik alleen maar die partner had. Then I wouldn't be lonely. Dan was ik niet meer alleen. But the lonely issue isn't an outside thing, it's an inside maar thing. Het hele probleem van eenzaamheid is allereerst iets wat van binnen is. There's only one person who can complete you and his name is Jesus. Er is alleen maar één persoon die jou echt kan compleet maken en dat is Jezus Christus. And today as we worship, en vandaag terwijl we aanbidden, I believe God is going to set some people free. Dan geloof ik dat God mensen zal vrijzetten. I believe he's going to break some chains. En dat hij wat dingen ketens zal losbreken. And you won't have the fear of loneliness. En je zult de angst van eenzaamheid niet meer hoeven hebben. Maybe you have the fear of ridicule. Misschien heb je de angst om voor gek te staan. When you fear what people might say about you. Dat jij bang bent dat mensen praten over hoe jij overkomt. People's words have no power over you. Maar de woorden van mensen zullen geen kracht meer over je hebben. Unless you allow them to enter into your heart. Tenzij je het toestaat dat ze je hart binnenkomen. Maybe someone has labeled you. Misschien heeft iemand jou gelabeld. And that label has shaped your identity. En dat label heeft een belangrijke bepalende invloed gehad op jouw identiteit. Well, it's time to take off that label. Dan is het tijd om die label eraf te halen. It's time for you to know who you are. En om te weten wie jij bent. You are a son and a daughter of the Most High. Je bent een zoon en een dochter van de grootste God. Stop listening to what the world says. Stop te luisteren naar wat de wereld zegt. And listen to what the word says. Maar luister naar wat het woord zegt. Stop listening to the crowd. Stop te luisteren naar de menigte. And listen to Christ. Maar luister naar Christus. Stop listening to social media. Stop te luisteren naar social media. And listen to your Savior. Maar luister naar jouw redder. Because you're a son and daughter of the Most High. Want je bent een zoon en een dochter van de Allerhoogste. Don't have the fear of ridicule. Je hoeft die angst voor andere mensen en hoe je overkomt niet te hebben. Be unashamed in who you serve. Wees onbeschaamd in wie jij dient. Maybe you have the fear of rejection. Misschien heb je de angst voor afwijzing. Maybe you live for the affirmation or the appreciation of people. Misschien leef jij voor de erkenning of de bevestiging van anderen. Or if you live for the appreciation or the affirmation of people, you'll die by the rejection of people. Als je leeft voor de bevestiging van anderen, dan zul je uiteindelijk ook sterven door de afwijzing van anderen. We spend our whole life trying to get likes from people. We proberen ons hele leven likes te krijgen van mensen. But why do we try and get likes from people? Daarom proberen we likes te krijgen van mensen. We've already got love from the one who created people. We hebben al liefde van degene die mensen gemaakt heeft. We don't need to live to impress man. We hoeven niet door iets doorheen te gaan. We just need to live to impress our maker. Om mensen indruk te maken op mensen, maar het gaat om indruk maken op God. Live to praise him. Om hem te prijzen. Maybe you have the fear of death. En misschien heb je de angst voor dood. And if you don't know Christ, this is normal. En als jij Christus niet kent, is dat eigenlijk best normaal. But you need to understand the reason this church is a happy, clappy church. Maar je moet begrijpen dat de reden dat deze kerk een blije kerk is. Is because we know to live is Christ, to die is gain. Dat is dat we stelsel als we sterven, als we leven als Christus, dan is het sterven is winnen. No matter what happens, we win. Dat betekent wat er ook gebeurt, wij winnen. We know we're going to heaven after life. We weten dat we naar de hemel gaan na ons leven. We're celebrating eternal life. We zullen het eeuwige leven kunnen vieren. So you don't need to have fear of death today. Dus je hoeft geen angst te hebben voor de dood. All you need to do is put your trust in Jesus. Maar we moeten ons vertrouwen stellen in Jezus. The number one fear. En de allerbelangrijkste angst. More than all of those.
Meer dan wat dan ook. Is the fear of failure. Dat is de angst voor falen. And maybe you have the fear of failure here. Heb jij de angst om te falen? I want to tell you. En ik wil je vertellen. Just because you fail doesn't make you a failure. Alleen maar omdat je een keer gefaald hebt, dat betekent niet dat je falend bent. It means that you had to go. Dat betekent dat je iets hebt geprobeerd. It's time to get up and go again. En dat betekent dat het tijd is om iets nieuws te proberen. Your failure is not meant to define you. Jouw falen is nooit bedoeld om jou te bepalen wie je bent. It's just meant to teach you. Het is alleen bedoeld om jou iets te leren. And maybe you failed here. En misschien heb je gefaald. You failed as a father. Heb je gefaald als vader? You failed as a mother. Je hebt gefaald als moeder. You failed at school. Je hebt gefaald op school. You failed at work. Je hebt gefaald op werk. You failed at church. Je hebt gefaald in de kerk. You failed in finances. Je hebt gefaald in financiën. You failed. Je bent ergens, heb je But gefaald. I came from London. Ik ben uit Londen gekomen. To Holland to tell every single one today. Om iedereen van ons te vertellen. That is a new day. Dat er een nieuwe dag is. That our God is a God of second chances. God is van tweede kansen. And your past is your past. Als jouw verleden jouw verleden is. When you're driving, you don't look in the rearview mirror. Als jij kijkt, dan kijk je niet constant in je spiegel. You spend your time looking through the windshield. Maar je kijkt door de grote vooruit. Because you gotta look at where you're going. Omdat je kijkt naar waar je naartoe and gaat. Not where you've just en been. Niet waar je vandaan komt. Come on, it's time for us to go again. En het is tijd voor ons om vooruit te kijken. It's time for us to trust again. En om weer te vertrouwen. And it's time for us to worship like never before. Het is tijd om God te aanbidden zoals we dat nog nooit hebben gedaan. Because that's the way this city. Want dat is de manier waarop deze stad. That's the way this nation. En waarop dit land. We'll know how good zal weten hoe goed and how great he is. En hoe groot God is. Why don't you stand your feet Laten right we where you met elkaar gaan staan. And all I want you to do before we sing this song. En wat ik wil dat je doet is dat voordat we dit lied zingen. Imagine dat je jezelf voorstelt. There is no such thing as fear. Dat er niets is zoals angst. You've never encountered fear. Dat je nog nooit angstig bent geweest. You've never heard fear. Dat je nooit van angst hebt gehoord. You've never experienced dat je nooit angst hebt ervaren. There is no such thing as fear. Dat er geen stel dat er niets is als angst. Imagine, dat er niet bestaat. Imagine your life. Stel dan je leven voor je. What would you do? Wat zou je dan doen? What would you not do? Wat zou je niet doen? Where would you start? Waar zou je starten? Where would you stop? Wat zou je stoppen? Where would you pick up? Wat zou je oppakken? And what would you drop? Wat zou je laten vallen? What would your family look like? Hoe zou je familie eruit zien? What would your friends look like? Hoe zouden jouw vrienden eruit zien? What would this church look like? Hoe zou deze kerk eruit zien? What would this city look like? Hoe zou deze stad eruit zien? What would this nation look like? Hoe zou dit land eruit zien? What would our world look like? Hoe zou onze wereld eruit zien? If there was no such thing as fear. Als angst er niet was. What you can see. Wat jij kunt zien. Is what fear has been robbing us of. Wat je nu ziet is dat is tegengehouden door angst. What you can see, wat jij voor je ziet, is the life that God is calling you to step into. Is het leven wat God jou voor jou bedoeld heeft om in te stappen. What you can see, wat jij nu voor je ziet, is our future. Dat is onze toekomst samen. So come on, why don't we start to worship Him? Laten wij God aanbidden. Why don't we start to praise Him? Laten we God de glorie Why don't we start geven? To declare His goodness and His greatness? Uitspreken en Hem groot maken. And why don't we surrender? En waarom geven we het niet over to the King of Kings aan de koning der and the Lord of Lords? En de Heer van come de on, let's sing. Laten we met elkaar.